Dit wordt weer een fantastische nieuwe video. We hebben ons verzameld bij deze super mooie tempel in de outskirts van Quanzhou. En vandaag gaan we fietsen met een hele grote groep, voornamelijk buitenlanders die dus in Quanzhou wonen. En we zijn onderweg. Mooi peloton. Dit is het peloton, de eerste paar minuten. Er is nu al een kleine kopgroep gevormd. Julian, gaat het nog? Ja? Goed zo. Dit was het eerste fotomomentje van het mooie gebouw hier op de achtergrond. En nu gaan we weer verder. Het schiet lekker op. De eerste paar kilometer hebben we gehad. Maar hoe lang duurt dit eigenlijk al, deze tours? Ja, sinds 2013 doen wij fietstours met Suikerkanton. En hier in het platteland doen we het de afgelopen 5 jaar. Wow, cool. Ik moet even zeggen, ik vind het echt cool om te doen. Beste mensen, echt aanraden, ook de tours in Quanzhou. Ik ben een paar keer al mee geweest. Ze zijn echt gaaf. Van het oude gedeelte in Quanzhou naar het nieuwe Zhuzhang Newtown. Ja, dan kijk, heel veel leads hier. Kan je die pakken? Kan je erbij? Moet je springen? Spring dan. Nee, ah, jammer. Zo aan, zie je dat? Zo kan ik wel. Hey, papa, Daniel. Oh, het is best wel goed georganiseerd. Als je net deze motor zag, die verleent dus eerste hulp in het geval dat een fiets kapot is. Dat mensen problemen hebben. Bram, netjes. Tot zover. En volgens mij zie ik daar de volgende stop, de volgende bezienswaardigheid. Ik ben benieuwd wat we gaan zien. Allemaal oude gebouwen die half uit elkaar vallen. Niks te vertellen hier, Bram? Nee? Oké. We gaan lekker fietsen. Oh, wauw. Dit is nice, hè? Die mooie grote oude bomen in die dorpen. Die er al een paar honderd jaar staan. Hallo, mevrouw. Nog een mevrouw. Oh, en hier komt het platteland. En ondanks dat ik toch al ruim 8 jaar in China woon, kan ik toch nog genieten van dit soort tripjes en van dit soort uitzichten. Rijstvelden en bananenbomen en links ja, een rivier. Oh, het is nu ongeveer middag. Ik denk dat we een stuk of 10 kilometer erop hebben zitten. Super gaaf. Wat ik het leuke vind van dit soort tours is dat er heel veel mensen zijn die je niet kent. En die allemaal uiteenlopende beroepen doen, die ander werk doen. Oh, wacht even, wie komt hier nou weer aan? Haha, Rob! Hey Joris, you have a great backpack. Is dit een nieuw YLX model? Nee, dit is. No, you've been out yet. Not out? How you can have it? Nu wordt het wel een beetje zwaarder. We gaan een stukje omhoog. Gistermiddag in de fitness mijn benen getraind. Is het live? En ja, het is live. Yes. Live on Instagram. Follow me on Instagram. It's for free. Ciao. Regis. Ciao. It's a great tour, right? Is dit de lunch, Julian? Aan die kant daar staat Bram iets te vertellen over die oude huizen. En aan deze kant zwemmen de eenden die we straks gaan eten. Sorry. Ja, er was een korte tussenstap, water gedronken en met de drone gevlogen. Het blijft een leuk speelgoed, zo'n drone. Anyway, nu gaan we weer verder fietsen. Ik ga de rest van de groep opzoeken. Oké, hier rechts of links? Rechts? Of links? Wow, dit is wel gaaf zeg. Dit staat echt nog mooi. Dit zie je niet zo heel vaak in Guangdong. Van die dorpen die nog zo mooi intact zijn gebleven.
weet echt niet waar ik heen moet. Shit. Shit, dit is fucked up. Ik ben dus de hele groep kwijtgeraakt. En nou zijn ze rechts of links gegaan om mensen zoeken om te vragen of dat ze misschien wat buitenlanders gezien hebben. Niet kan gang, joh, maar ook kan daar hun door. Lawaai. Wij kunnen. Kijk, dansen. Shang Su, Zuri Shang. Zunder maar. Oh, zusje. Lawaai, niet hoor. Kan gang, joh, maar ook hun door. Lawaai. Zuri Kwartzu, maar. Kan daar mee, joh. Kan daar. Zola, Tsunami. Oké, zusje. Oké. Nou, dit is de tweede die bevestigt. Oh, ik was het wild. Oké. Okay. Gelukkig, we zijn weer bij elkaar. Dit is het rustpunt voor de lunch. We gaan hier achter een hapje eten. Hoe lang, ga je mee? Oh, you order already? Ik ken al de Fimo. En hoe lang, help even ons bestellen alsjeblieft. Wij kunnen dat niet lezen. Wat is dit? Weet je ook niet. En wat is dit? Wat zeg je? Nou oké, doe die maar. Die is niet lekker. Oh. With a bit of a flat part for a kilometer or two, and then we go uphill for 10 or 15 minutes. Once we get on the top, we go downhill. That's a 2 kilometer, 2.5 kilometer dirt road. Dit is het tweede deel van de dag. Ik heb jullie lang achtergelaten. Die gaat een korte route doen naar het strand. Wij nemen de lange 20 kilometer route. Oké, we zijn helemaal vandaan naar boven gekomen. En we staan nu hier voor een helse afdaling, de grootste afdaling in dit circuit. We hopen dat we het allemaal overleven. We nemen daarom even één groepsfoto hierboven aan de berg. Geen movie van dat we naar beneden gaan. Ik heb voor de zekerheid even deze camera in mijn tas gedaan. Want ik dacht, als ik val, dan gaat de camera ook dood. Dus zonde. Dus maar je ziet hier ongeveer hoe het eruit ziet. Nou ja, dit is zo hoe we naar beneden kwamen. Daarvoor was het nog een klein beetje steiler dan nu. Hier wachten even op de rest en dan gaan we weer verder daar naar beneden. Hello Russia. Hello Russia. Yes. Where are you from? Ukraine. And you? Colombia. Hello. Colombia. Yeah. Hello. Hola. Pablo. Hey, where are you from? France. France. And you? Yes, ready. Colombia. Oh. And China. Chongqing. Oh. Hoe gaat het? Goed. Ja. Top mee, hè? Het is dus even afzien, een stukje. Helemaal bezweet. Het stelste stuk zit erop, we zijn beneden. De rest is alleen maar vlak. Zo'n stuk makkelijker, mijn benen zitten helemaal vol. Even heel stoer doen nu. Nu even iedereen voorbij fietsen. Net zoals ik gewoon de hero ben. En de beste mens, degene met de beste benen. Met de meeste uitzettingsvermogen. Ja, en daar nog één voorbij. Nog één goed, zo. Hoppakee, en de volgende. En daar ben ik. Hela. En dit is het einde van de tour. Helemaal naar kloten, kan ik wel eerlijk zeggen. Julang is daar achter aan het zwemmen. We gaan straks hier achter een barbecue houden met z'n allen. Waanzinnig trek om deze tocht, hele mooie tocht, af te sluiten. Nog een paar drone shots en dan was dit het voor vandaag.